Hey mensen, het is ons gaming en zoals jullie weten zit het eerste seizoen van Formule 1 2017 erop. En ik zou dus een aparte video maken over wat ik dus het volgende seizoen ga doen. En dat is dus deze video. Nou, ten eerste, waar ga ik dus bij rijden? En ik ga er niet al te spannend over doen en ik ga er al niet mysterieus over doen. Ik blijf namelijk gewoon bij Toro Rosso. En dat is heel simpel, ik heb namelijk geen ander contract aangeboden gekregen van een ander team. Dus ja, dan zit er niks anders op om dus bij Toro Rosso te blijven. Ik had graag heel zelf naar Williams gegaan. Eventueel zelfs Renault of Haas of misschien wel Force India. Maar ja, vooral de laatste races van het seizoen heb ik het een klein beetje verprut, zeg maar. Waardoor de interesse van de teams steeds wat minder werden. En dat zorgt dus uiteindelijk voor dat ik dus bij het team van Toro Rosso moet blijven. Hier zien we dus ook het overzicht. Ja, Williams was wel geïnteresseerd. Team van Sauber en McLaren ook wel. Maar ondanks dat ze toch best geïnteresseerd waren, heb ik van hun geen nieuw contract gekregen, zeg maar. Of in ieder geval een contract gekregen, laat ik zo zeggen. Nou, hier zie je ook het einde van het seizoen. En ja, ik had echt serieus gehoopt dat ik wel dus gewoon bij Toro Rosso weg zou kunnen. En dat ik dus eventueel naar Williams was gegaan. En dat was eigenlijk ook, dat leek het ook een lange tijd op dat Williams zou gaan worden. Maar dat is dus uiteindelijk niet gebeurd. En aan de ene kant is het jammer. Aan de andere kant, ja goed, kunnen we zeg maar ook bij Toro Rosso wel weer een stap gaan maken. Het is namelijk zo, we krijgen 2000 punten aan het begin van het seizoen. Dus we kunnen meteen flink wat updates opknallen voor de volgende race. En het is natuurlijk ook zo dat, stel dat ik in de loop van het seizoen bij Toro Rosso bijvoorbeeld een aanbieding krijg om ergens anders te gaan rijden. En stel dat dat natuurlijk een echte verbetering is. Ja, dan gaan we dat natuurlijk dus gewoon wel doen. Maar voor nu blijven we dus bij Toro Rosso. En ik denk wel dat we een stap kunnen maken. Ik denk dat we Haas kunnen gaan pakken. Ik denk dat we nu dit seizoen echt voor de top 10 plek kunnen gaan racen. Al gaat het wel interessant worden. Maar we gaan eens even kijken naar de einduitslag van eigenlijk van afgelopen seizoen. Want dat was op zich best interessant. Lewis Hamilton werd natuurlijk kampioen in de ene laatste race in Brazilië. En tweede werd Bottas. En dan, ja, dan bij de Ferraris eigenlijk op een behoorlijke achterstand. Maar ik moet zeggen, ik denk dat Vettel best wel kampioen had kunnen worden als hij niet zoveel pech had gehad. Raikkonen vierde, dan Verstappen en Ricciardo daar toch best wel redelijk ver achter nog. En dan de beide heren van Force India. En dat is op zich wel een interessante. Want vooral in de laatste paar races van het afgelopen seizoen waren de Force India's echt bijna net zo snel als de Red Bulls. Dus als ze die lijn door kunnen zetten, zou het zomaar kunnen zijn dat we dit seizoen, in het nieuwe seizoen dus, een heel interessant gevecht kunnen gaan krijgen tussen Red Bull en Force India. Nou, op plek 9 hadden we nog Esteban, of tenminste Grosjean, die met de Haas heel wat punten bij elkaar gesprokkeld heeft, en Felipe Massa. Ik had graag dus in de Williams gereden, maar helaas, dat gaat hem dus niet worden. Ik ben zelf uiteindelijk op die 11e plek geëindigd met 51 punten. 2 puntjes voorsprong op Hulkenberg en ook Renault, dat is een interessante, want ook die gingen de laatste paar races best wel hard. En Hulkenberg had een beetje pech, maar voornamelijk Palmer, die haalde in de laatste paar races van het seizoen best nog wat punten. En het lijkt dus ook op dat Renault naast Force India een aardige stap gezet heeft. En dat kan dus best wel interessant worden voor het komende seizoen. Het lijkt er dus op dat het middenveld ontzettend dicht bij elkaar is komen. Wij met Toro Rosso hebben natuurlijk nog 2000 punten te besteden. En daarmee kunnen we natuurlijk ook echt nog wel een flinke stap zetten. Nou goed, mijn teamgenoot Sainz, die zien we nog in de lijst staan. Die heeft ook 29 punten bij elkaar gereden. Dat is op zich wel best oké. Magnussen, die viel een beetje tegen ten opzichte van Grosjean qua punten. En Palmer, ja, die heeft voornamelijk in de laatste paar races van het seizoen nog wat punten weten te pakken. En verder hebben we alleen nog Lance Stroll, die nog wat punten heeft weten te verzamelen. En er waren een paar coureurs, Alonso, Eriksen, Verdoorn en Wedderline, dus helemaal geen punten wisten te scoren. Dan ben ik heel benieuwd of ja, dat komende seizoen dus ook eigenlijk alle auto's eens een keer een punt zouden kunnen pakken. Dat zou natuurlijk wel leuk zijn. Het zou natuurlijk ontzettend tof zijn als we, als alles en iedereen heel veel stuk dichterbij komt. Maar ik vrees een beetje weer voor dat Mercedes en Ferrari echt nummer 1 en 2 gaan worden. En dat we dan een groepje hebben van Red Bull, Force India en misschien wel Renault. En dat dan wij komen met Haas, Toro Rosso en Williams dus. Dus ja, ik ben benieuwd. Maar goed, we zullen zien. Bij de stand van conducteurs vorig jaar was het eigenlijk vrij duidelijk. Hè. Het was Mercedes die natuurlijk absoluut ja, toch wel veruit het beste was. En of in ieder geval het minst pech had, laat ik zo zeggen. Ze hebben heel wat punten bij elkaar weten te sprokkelen. Bijna meer dan 100 dan dat Ferrari dat deed. Red Bull zat daar op een flinke achterstand ook bij. En Force India, die hebben gewoon 200 punten bij elkaar weten te sprokkelen. En ja, verder zaten wij er nog redelijk dichtbij. Want wij hadden uiteindelijk bijna nog die 5e plek te pakken. Het scheelde maar een paar puntjes ten opzichte van Haas. Ook Williams zat daar niet verder vandaan. En ook Renault eigenlijk niet. En dat,
als Renault bijvoorbeeld nou een betere coureur had gehad dan Palmer, dan hadden die zomaar eens op die vijfde plek kunnen staan. En nogmaals, McLaren en Sauber hadden dus helemaal geen punten gepakt. Dus dat is het eigenlijk een beetje. Afgelopen seizoen met Toro Rosso, ik heb natuurlijk op zich best wel aardige races gereden, voornamelijk in Canada en in Amerika. Dat waren, waren goede races, vierde en zesde geloof ik, dus er was helemaal niks mis mee. Waar ik het voornamelijk heb laten liggen afgelopen seizoen is in de kwalificatie. Je zag iedere keer dat na de race, dan waren er heel wat teams geïnteresseerd in mij. Dan zag je dat balkje dus groen oplopen en dat was helemaal top. En dan de volgende race, dan had ik een kwalificatie die niet zo goed ging. En dan zag je meteen dat het balkje meteen helemaal weer terugviel. En daardoor is ook, dat is ook een van de redenen dus, denk ik, dat ik uiteindelijk dus niet een contract heb gekregen van een echt beter team, zeg maar. Maar ik vind het nog steeds opvallend dat ik zelfs niet eens een contractaanbieding van Sauber en McLaren heb gekregen. Maar goed, dat hebben we in Formule 2016 ook wel eens gehad. En dan dacht je echt van, nou, we kunnen een stap maken naar een ander team. En dan krijg je uiteindelijk gewoon geen aanbieding. Ze zullen dat systeem toch een klein beetje moeten aanpassen, vind ik. Je moet eigenlijk gewoon aan het eind van het seizoen altijd de keuze hebben om weg te gaan, zeg maar. Nou word je gewoon weer gedwongen om bij Toro Rosso te blijven. Er is op zich niks mis mee, want het is op zich een prima auto, maar we weten wat een beetje de max is. En dat is ongeveer P8, P9, P10, of er moeten rare dingen gebeuren. En ja, nou moet ik dus weer per se bij Toro Rosso blijven. Nou, ik heb ook nog zitten nadenken om eventueel weer opnieuw te beginnen, maar ja, dat schiet ook gewoon niet op. Hè. Kijk, als je elke seizoen, aan het einde van het seizoen weer opnieuw beginnen, dan krijg je eigenlijk gewoon iedere keer hetzelfde seizoen. Want dan heb je iedere keer dat uiteindelijk het einde van het seizoen voorzien dat dichterbij komt dan Red Bull. En dat soort dingen waarschijnlijk. En dat is ook eigenlijk niet leuk. Dus ik wil eigenlijk gewoon doorgaan. En ja, dan moeten we dan maar gewoon met Toro Rosso doen. En ja, nogmaals, aan de ene kant is dat natuurlijk een beetje jammer. Aan de andere kant maakt het eigenlijk ook helemaal niks uit. Het kan zomaar zijn dat als ik bijvoorbeeld de eerste vijf races van het seizoen echt een prima resultaat neerzet overal, dat we uiteindelijk gewoon een aanbieding krijgen van een beter team. En dat we tijdens het seizoen, want dat kan dus namelijk geloof ik, kunnen een overstap kunnen maken naar een ander team. Dus dat is allemaal maar even kijken nog hoe dat gaat. Nogmaals, we blijven dus nu bij Toro Rosso. Ik had graag ergens anders geen gewild. Maar ja, het is niet anders. Het spel bepaalt. En daar moeten we het dan dus gewoon mee doen. Hoe dan ook, we gaan deze week gewoon weer verder met Kadir. Ik denk dat er woensdag of donderdag een Kadir video gaat komen. De eerste dus weer in Australië. Dan zal er waarschijnlijk aan het eind van de week nog eentje gaan komen. Dus dat is dat in ieder geval. Morgen komt weer een PSV Kadir als het goed is. En dat is het eigenlijk een beetje voor de komende tijd. Dus dat gaat eigenlijk wel eens allemaal helemaal goed komen. Super tof trouwens dat jullie gisteren ook hebben gekeken op het kanaal van Jensen89. Hij heeft volgens mij een echt 150 abonnees erbij sinds gisteren. Dus dat is ook lekker voor hem in ieder geval. En ik moet zeggen, afgelopen seizoen, sinds het Formule 2017 eigenlijk uitgekomen is, is het kanaal van Ons Game natuurlijk ook echt super hard gegaan. Dus ik wil jullie allemaal daar gewoon eventjes nog voor bedanken. Voor alle abonnees, likes, reacties, weet ik het allemaal nog meer. We zijn echt van 2000 abonnees naar 5,5 gegaan ongeveer nu. Dus dat is eigenlijk allemaal echt super tof. We gaan echt hard. Dus in ieder geval nogmaals bedankt. Vergeet dus ook niet te kijken de komende dagen naar de andere video's die ik upload. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken. Tot de volgende video. Adios en houdoe.